Welkom bij IJsselkate TV. Goed dat jullie weer kijken. Deze week World Cup in Tialf. Klein stukje van de World Cup Shanghai met het shorttrekken. Twee interviews. Eén van Joey Mantilla. En als toegift krijgen jullie nog een interview van Brittany Bow. Eerst Tialf, nieuwe ijsvloer. Ja, en het ging hard. Er werden nieuwe barenkoers gereden. Sangwa Lee onder andere en Pavel Kolesnikov en een hele mooie 1:08:16. Ontzettend snel. Ja, je ziet eigenlijk dat een nieuwe ijsvloer ook effect heeft. Dus dat innovaties op een ijsbaan ook in het ijs kunnen liggen en dat dat snellere tijden oplevert, dat is wel bewezen. Dus ja, ik vind het schitterend. Mooi. We hebben een hele mooie 5 kilometer gezien. Ik heb ervan genoten. Ja, een mooi duel Bergsma tegen Kramer. Kramer wint, Kramer rijdt hard. Geen barenkoor. Geweldig weekend, kan niet anders zeggen. Veel publiek ook in Tialf, dat was mooi om te zien. De hal is natuurlijk nog niet helemaal af. Verbouwing duurt nog een jaar. Maar effect ga je zien, je ijsvloer is sneller. Ja, mensen komen voor zo'n duel. Zaterdag zat ik op de tribune en dan... Ja, het is in Friesland natuurlijk, twee Friesen tegen elkaar, Sven en Jorrit. Ja, dat is heel gaaf om te zien hoe die met elkaar duelleren echt. Ja, en ze geven elkaar niet niks om elkaar toe. Jorrit start heel snel, wil met Sven mee, wat hem uiteindelijk denk ik de kop kost. Laatste rondje gaat hij wankelen en technisch verliest hij het. Ja, en dan is Sven toch degene die aan het langste eind trekt. En dat is ontzettend knap dat hij dat al zo vaak, zoveel keren heeft gedaan op zijn afstand. En het team pursuit, Jorrit, doet weer mee. Ja, mooi. Eigenlijk was het iemand die een vaste waarde was in de team pursuit. Jammer dat het rond het akkefietje rond te spelen. Ik denk dat met de samenwerking met Geert dat nu hartstikke goed gaat. Dat zegt hij zelf ook, hè, dat hij daarom er weer bij is. Oké, veel verwachten. Kramer, Bergsma, weet je, dat zijn de mannen van de lange afstand. Die kunnen die team pursuit prima de kop, of zeg je dat, dragen, de team pursuit. Maar het wankelde nog wel een beetje. Ja, tuurlijk. Maar die sporten zijn ook allemaal wat... Een beetje egootjes natuurlijk, en dat geeft ook niks, hè? Kijk jou aan. Nee, maar die zijn ook eergevoelig. En Jorrit die wil natuurlijk ook erkenning wellicht, hè? En dat is gewoon niet goed gelopen, communicatie technisch gezien tijdens de Spelen. En nu is er een nieuwe start gemaakt. En het is gewoon goed voor Nederland dat Jorrit er weer bij zit. En wie uiteindelijk het team gaat vormen, dat doet er nog niet eens zoveel toe nu. Nee, hè? Je werkt naar de Spelen toe en ze moeten gewoon winnen. En als je één iemand erbij hebt op extra... He, voor een Olympische Speler, dat is geweldig. Dus het is goed dat hij weer terug is. Er zijn al een paar WK-tickets vergeven. Dat weet jij toevallig, hè? Ja, ik... Kjeld Nuis, hè, die op de 1000 en 1500 meter erbij zit. Altijd scherp. En die zal opgelucht zijn, want die kan zich nu helemaal op de WK-afstanden richten. Hij is wel eens buiten de boot gevallen als het gaat om kwalificatietoernooien. Daar kan hij zich nu op richten. Marit Leenstra vond ik ook wel opmerkelijk. Die zie je in de luwte van Brittany Bow en Heather Richardson... Als Nederlandse toch echt wel een stap maken. En ze komt steeds ietsje dichterbij. Dus zij moet ook een keer gaan doorbreken op zo'n wereldkampioenschap. Op zo'n titeltoernooi. Dan moet zij mee gaan doen voor de prijs. En ja, die tijd heeft ze nu. Ja, die tijd heeft ze. Maar ik denk dat ze wel moeite krijgt. Die Amerikaanse dames zijn echt een klasse beter. En dan denkt Jorien de Mors ook. Ze doet het heel goed dit weekend, Marit. Met 2 keer derde, als ik het goed heb. Hartstikke goed. Maar ik denk het verschil is nog te groot. Het is meisje tegen de nou, vrouwen. Ik wil het zien. Alles kan verkeren. En 2 maanden verder is nog een grote stap. En zij heeft nu de rust dat ze zich daarop kan gaan focussen. Joey Mantilla heeft het ook ontzettend netjes gedaan. Ik heb net al even genoemd. We hebben een interview met hem. Laten we daar naar kijken. Well, I'm 29 years old. I was born and raised in Florida. I started skating inline when I was 8 years old. And I was doing that for 17 years before I switched to long track. And I moved everything from Colorado Springs, where I was, to Salt Lake City to pursue long track speed skating. And the transition was a little bit rough at first, going from being a world champion on inline to being a basic beginner ice speed skater was pretty tough for me, having to learn everything all over again. And just not having the best program or the best guidance as far as what I should be doing, what I shouldn't be doing, was a little bit hard for me the first couple of years of my ice career. It just was kind of like a little bit sloppy, but now I'm doing well with Team Stressless, and I'm on the national team in the US, and everybody's working together really well, and things are going well, and being more consistent for me. So I've been watching you race the last few months. I feel like you switched arms with the start. It's the opposite arm. Tell me about that.
Yeah, it's something that a lot of the guys make fun of me for because it's not really traditional, but it's for me it's just comfort, and I think ice skating is not necessarily about doing the norm all the time. It's about finding comfort and what you're doing and making your skating the best. And for me, it helps clean up a couple things. And to be honest, starting is the hardest thing of the transition from inline to ice. It's completely different. There's nothing even in the ballpark similar from inline starts to ice starts, other than you're starting from a dead stop and going. But yeah, it looks kind of funny because it's not traditional, but it works better for me. So I do know you a little bit, and I do know that you can play the piano perfectly. It's really nice to listen to you play. Can we play, or can we listen to you play a little bit? I guess that would be okay. I don't know if it's going to be perfect or not, but I'll do my best. Joey Mantilla, multigetalenteerd, kan prachtig piano spelen. Schaatsen kan hij ook. Ja, hij wint verdomme de wereldbeker. Dat is de tweede overwinning, dus hij doet hartstikke goed. Hij rijdt nu volgens mij 3 jaar mee in het schaatscircuit. Hij won zijn eerste jaar direct een wereldbeker, 1500 in Berlijn. Nu, hij rijdt 1.44. Hij rijdt, ik kom nu even niet op zijn naam, maar Juskov rijdt hij naar huis. Ja, dat is de wereldkampioen en niet de minste. Dus ik verwacht echt veel van van deze man. Ja, dat verwachten we al een tijdje, hè, van hem. Hij komt uit het inline skaten, veelvoudig wereldkampioen. Een beetje gelijkwaardig aan Chad Hedrick toen hij in schaatsen kwam. Die deed meteen mee bij de wereldtop. En bij hem zie je, dat heeft even wat jaren gekost. Iedereen weet dat hij sterk is en hard zou kunnen schaatsen. Maar hij laat het nu zien en hij laat ook zien dat hij mentaal sterk is. Je hoorde nog wel eens van, nou, als het echt moet, dan weet ik het niet. Maar, klopt wel een beetje, hoor. Hij twijfelde wel veel en nog niet constant. Heel vaak met zijn techniek, dan probeerde hij wat en dan was het toch niet goed. En dan ging hij weer wat anders doen. Maar nu... Ja, ik vind wel ik vind het een technisch betere schaatser dan Chad Hedrick. Absoluut. Dus als het mentaal het punt is, daar kan hij trainen. En hoeveel keer is hij weer wat je kampioen? Wat je heel erg ziet met die inline skaters, die racen in een peloton. Komen, dat is anders. Die starten en als je dan de beste bent, kun je een peloton je wil opleggen. En schaatsen is mentaal zo zwaar, je rijdt tegen de tijd. En ieder klein foutje wat jij niet goed hebt, word je met jezelf geconfronteerd. Je kan je nergens verstoppen. Altijd krijg je die deksel op je neus als je niet hard genoeg rijdt. En daar moeten ze mentaal mee omgaan. Maar ik ken een Alexi Konten bijvoorbeeld, ook een hele goede schaatser en skiler. Die had daar heel veel moeite mee. En dat zie je soms, dat laatste stukje op mentaal gebied, dat nog eventjes misschien wel een paar jaar kost. Maar hij is er en we gaan last van hem krijgen. Dat hebben we al als Nederland. Ik heb trouwens in de wandelgang ook gehoord, Brian Hansen, die gaat volgend jaar weer schaatsen. Dat is ook leuk. Ja, hij is goed voor het schaatsen. Dat is echt hartstikke goed. Dus die Amerikanen, dat zijn gewoon showmakers. En op 1500 meter gewoon, hij is wereldtop, Brian Hansen. Levensgevaarlijk. Als je Brian Hansen hebt, Joey Mantilla. Dan worden ze op de team pursuit ook nog gevaarlijk. Zeker. Maar dat zou voor het schaatsen heel goed zijn dat hij terugkomt. Ja. Want zonder dat we zulke talenten zouden verliezen aan, wat ook heel belangrijk is, aan school. Maar klopt. Ze zijn mooi dat ze weer, dat ze weer terugkomen in het veld. World Cup Short Track in Shanghai. Ik had het al een beetje gezegd. Vorige week, meiden zitten er dichtbij. Deze week was het raak. Relay, meiden, gewoon een medaille. Ja, dat is ontzettend knap. Hè? Vooral Suzanne, die nog zo jong is en daar het voortouw in neemt. Ja, het blijft maar nominaties regenen, zou je zeggen, voor de Spelen. Als dit om een jaar van de Spelen zou gaan. Dus ontzettend mooi om te zien dat die shorttrackers over de breedte ook jaar in jaar uit nu bij de top kunnen horen. Hoe deden de mannen het op de relay? Shanky die had volgens mij zilver op een afstand waar die normaal gesproken niet echt... 500 meter. Geweldig, ja. Mooie passeerbeweging, 2 Chinezen op kop. Hij omheen, onderdoor en hij won nog bijna de 500 zelfs. Geweldig. Leuk. Ja. De prijsvraag van 2 weken geleden.
De uren wereldrecord. Niemand heeft het geraden, maar we hadden een winnaar. Ja, dat was Karien Kleibeuken. Nou, die heeft het gehaald, dat was duidelijk. Boven de 40 kilometer per uur. Of boven de 40 kilometer is het dan in een uur. Niemand had het geraden. Het is Ruud Slachter die er het dichtst bij zit. Die had 38 kilometer. Dus Ruud, gefeliciteerd. Wij gaan hier afsluiten. Volgende week is het kerst. Mannen, ga ik jullie in zo'n gigantische lelijke kersttrui hier zien? Ik zou Leon graag in zo'n mooie kersttrui zien. Als jullie dat willen, dan doen Mark en ik zeker die kersttrui aan. Hè? Mark, ik ben er helemaal mooi met van die hertjes. Lichtjes, de lichtjes erin. Volgende week zijn wij denk ik met z'n tweeën. Okay, ja. Dan ga ik even shoppen. En dan doe ik zo'n mooie kersttrui aan. Nou, dat zullen we volgende week nog zien. Okay. En ik had jullie natuurlijk beloofd, nog een interview met Brittany Bowe, dus blijf nog heel even kijken. Tot volgende week. Most people know you used to play basketball. I'm sure you were talented playing basketball as well. What inspired you to start skating? Well, I was an inline skater for 12 years. I started skating inlines when I was 8 years old. By that time, I was already playing basketball. I grew up in the gym. My dad was a basketball coach, still is. So growing up, my basketball and inline skating went hand in hand. And when I graduated high school, I went to the university on a scholarship to play basketball for 4 years. And when I was about to graduate in 2010, I watched the Vancouver Olympics from my couch at college and saw some of my inline skating friends and competitors walking in opening ceremonies, competing, winning medals. So after I graduated, I decided that I needed to make the move to Salt Lake City and try to make this Olympic dream come true. What has been your secret to where you are today? I don't think there's any secret. I think it's just a lot of hard work, a lot of time, a lot of dedication, and a lot of sacrifice. And really being fortunate and lucky to have great coaching staff along the way. And I've been fortunate to have all those things. And like I said, it's the preparation leading up to the big stage is how you perform. And the hard work pays off. I know you are a very laid-back person. Is there anything or anyone that can throw you off your game? I would say like my biggest competitor is probably just myself and the clock. I'm not racing anyone else but the clock. And I think that preparation really makes me feel confident in my racing. So as long as I'm well prepared, I don't think anything can take me out of my game or out of my race.